We are the farmers. Yo mensen van Sana 2020 Monding, welkom bij een nieuwe video waarin ik ga uitleggen hoe dat je backupcams kunt toevoegen op het tractor. Dus wat moet je hebben? Dit bestandje backupcams.zip kun je in de beschrijving van de video downloaden. En dan je tractor, je hakslag, je bulldozer, je weet ik veel wat. Waar je dat je camera zult opzetten. Maar je moet opletten, het moet een rijdend voertuig zijn. Dus het mag geen diepwiel, het mag geen zaaier, het mag geen aanhangwagen zijn ofzo. Het moet iets zijn waar je in kunt zitten en kunt rijden. Dus ik heb hier nu de Krone Big X-serie. En ga die unzippen met de winraar. Van extract toe en dan bla bla bla. En backupcams doen juist hetzelfde. En dan, wat gaan we dan doen? Dan gaan we deze. Dit gaan we, alleen deze gaan we kopiëren. Deze vier bovenste. Doen we Ctrl-C of rechtmuis kopiëren. Gaan we naar onze kronen. Weer plakken. En dan, je ziet hier textures is met een hoofdletter T. En hier is dat met een kleine T. En als je er niks in doet, gaat dat niet goed komen in de farming. Dus wat doen wij? We gaan hier camera, rechtermuisknop en op het notepad++. En dan ziet je hier staan textures. En hier moet je gewoon een grote T van maken dan. Hoofdletter T dus. Dan doen we save en dan mag dit terug weg. Dan gaan we onze kronen openen. Openen. En dan, je kunt kiezen of je de camera toevoegt, of als je de camera niet toevoegt, dat maakt eigenlijk niet uit. Je kunt create een camera. Je kunt kiezen, ofwel doet je zo, create en dan camera. Ctrl-X en Ctrl-V in je mod. En dan zet ik bijvoorbeeld hier op de zijkant. En zo. Ja, als je de camera wilt zien en of je ziet die niet, moet je recht de muisknop show en dan hier camera. Dan gaat hij nu weg en dan show camera. Of je doet het, kunt het ook anders doen, dus import en dan niet hier. Ja, dus dat doe je hier bij onze kronen. Nee, dat is niet waar. Hier zit nu. Bij onze kronen hier en dan doen we hier camera en dat is eigenlijk hier, dat is zo een ja, camera -kie. Die kun je erop zetten, maar dat moet niet, maar ja, kan wel mooi zijn. Ook weer Ctrl-X en Ctrl-V en die gaan we hier van achter zetten. Ctrl-V, een beetje op zijn plaats, oh ja. Onder. Nee, ik ga het draaien. Oh, en 90. No, staat hier mooi in het midden. En als we hem nu door rechte muis kunnen doen en camera achter, dan zien we nu mooi het uitzicht van de camera, zeg maar. Dan gaan we dit opslaan. En dan gaan we dit even minimaliseren, maar we hebben zelfs terug nodig. Dan, dan openen we hier in de backupcams wat je hebt gedownload. De mod task openen we hier. En de vehicle XML. Die openen we ook even. En dan gaan we terug naar onze kronen. En dan openen we ook de mod task. En dan de XML van onze kronen. Of van uw voertuig uiteraard. Dan gaan we met de mod task beginnen. Gaan we hier extra source file. Die gaat er hoog. Meestal gaat er deze nog niet staan. Ctrl-C, dan hier mod desk en doen we hier plakken. Maakt in principe niet uit waar, maar ik zet die altijd, ja, maakt eigenlijk niet uit. Ik zet meestal als ik iets toevoeg, zet ik het helemaal van onder. Maar dan moet je uiteraard kijken dat hier mod, dat alles wat je verandert binnen hier een mod desk staat. Als er dat buiten staat, dan heeft het geen zin wat je doet. Dan, deze naam die gaan we veranderen naar cam, omdat ik een mapje heb gemaakt met cam en daar staat dit script in. Dan hier
Deze veranderen ook naar cam, anders gaat het ook weer niet werken. En ja, dat was het. Dus mijn hakslager die heeft toevallig al scripts, dus doen we nu Ctrl-C. En dan en dan gaan we hier zoeken naar specializations bij onze hakslager. Nu, ja hier. Het kan zijn dat uw hakslager dan nog niet heeft, of uw trapte of zo. En dan moet je gewoon dit, alle drie die dingen kopiëren, anders gaat het niet werken. Dan hebben wij, onze hakslager heeft hier vehicle type, dat heeft hij ook wel. Dus moet ik ook alleen dit klein beetje selecteren, dus Ctrl-C. En gewoon hieronder bij plakken. Heeft uw tractor dan nog niet, dan moet jij iets meer doen. Dan moet je eerst gaan we naar de plaats waar Farming Simulator geïnstalleerd is. En dat is meestal programfiles en dan Farming Simulator 17. En dan staat hier SDK. Die SDK staat van onder vehicle-types.xml. Dan openen we die. En zeg maar, je hebt een tractor. Dan moet je, of bij je machine, of als je een, ja, als je een machine hebt, moet je kijken wat hier vehicle type staat. Hier staat nu kronen, omdat dat zo is. Maar als je een tractor hebt, dan gaat er tractor staan. Als je een hakslager hebt, dan staat er combine of iets in die aard staan. En bij een bulldozer, zeg maar, daar zal dan shovel staan ofzo. En hetgeen wat hier staat, moet je dus kopiëren en dan doe ik hier Ctrl-F. En in dit geval eigenlijk tractor, omdat ik een tractor zo gezegd heb dan. En dan zien we hier, komen bij het eerste uit. En dan ziet je hier, moet je dit kopiëren. Dit moet je kopiëren en dan pak je dit er ook maar bij. En dan plak je dat en moet je hier van onder ook afsluiten met vehicle types. En belangrijk is, wat niet goed, wat ik niet snap van farm, is dat hier moet nog zo een dollar-achtig TKA bij. Dit moet ervoor staan, anders dan gaat dat nooit werken in game. Dan als we dat gedaan hebben, kun je deze erbij plakken. Die kun je dan hierbij plakken, zeg maar. En dan is hij hier, is hij in orde. Dus wat hebben we hier nog? Dit is, ja, tekst die erbij komt als er een error is of zo. Ik kan ook. Oh. Hier staat als kopiëren. Dan doen we modtest en dan hier helemaal van onder. Hier voor, achter de laatste tekst zit één kraat en dan Ctrl-V en daar staat gereed. Dus opslaan. En we zien, dit is allemaal af. Gaan we naar hier. We moeten alleen dit toevoegen. Ctrl-C. En dit gaat naar onze kronen. En ik ga weer helemaal onder. Dat is wat ik persoonlijk doe. Ja, dat is gewoon een gewoonte waar ik altijd, dat ik altijd als ik iets nieuws toevoeg, dat ik dat altijd van onder zet. En dan de camera. Die index, dat is eigenlijk deze. Dat is die. Dus ik ga nu voor het filmpje ga ik twee camera's toevoegen. En dat is dan deze camera. Die camera en die camera daaronder. Dus nu die index is gewoon 0,16. Dus de eerste camera is 0,16. En van de tweede camera is hier camera. Dus dat is 0,17,00. Zetten we hierbij. En zo kun je nog drie camera's toevoegen. Je kunt maximum vijf camera's toevoegen. Dan moet je gewoon dit kopiëren, plakken en je index veranderen. Dan gaan we hier opslaan. En dan zijn we eigenlijk dan klaar. Nee, niet opslaan. Oh, save en dan weg. En dan gaan wij terug naar onze hakslaar. Hier. Gaan we terug naar de hakslaar en dan gaan wij dit ook zippen. Dus alles selecteren. Add to archief en dan die hakslaar zip. Okay. En dan gaan we eens in-game testen of dit werkt. Dus zoals je ziet staan we nu in-game. Dan gaan we eens kijken naar achter. En hier staat hij toch, de camera staat erbij. En zo is gaan instappen en dan eens kijken hoe. Ah. En dan zien we ook rechts de nummertjes staan. En ja, die achtergrond. Dus dan op spatie duw ik bij onze muis te zien, omdat deze combine heeft C-control. Dan moet je op spatie duwen. Als u
je tractor of zo geen IC-control heeft, moet je op de rechtse control duwen. Krijg je ook een muis en kun je op 1 duwen. Dan dat is die camera hier zo wat. En op 2, daar is de camera achterin. En 3, 4 en 5 hebben we een X gezet. Dus ja, dan komt er niks. En dan hier op uitzetten. En dan zo, zo werkt die. Nog één ding, en dat is als jij, ik zal zeggen, deze kleur, als je dat niet in blauw wilt of die achtergrond niet in grijs wilt, dan kun je ook veranderen. Dan gaat hier naar Cam en dan kun je deze bestanden, oh die hoort er niet staan, kun je deze bestanden, of ja, die kun je openen. En dan kun je die heel simpel, ik zeg maar, ik wil die groen, doe je zo en die is groen. Dan moet je opslaan en moet je bij ze allemaal doen. En deze hutblok, dat is dat grijs ding. En dan kun je ook heel simpel, ik zeg maar, ik wil dat blauw hebben. Hoppa, blauw. Opstaan en het is klaar. Hier is hij. Dus, is het u gelukt of is het nu niet gelukt? Laat het gerust weten in de reacties. En dan hoop ik dat ik jullie kan helpen. En dan zie ik jullie bij een volgende video.